dat? Dit is een camera. Ja, kun je dat eten? Ja. Als je goede tanden hebt, dan kun je het eten. Ja, laat maar, mijn tanden zijn niet zo goed meer. Hold up. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Maud en ik ga vandaag naar Skermi in Almere. Eerst moet ik nog heel even stofzuigen, want dat heb ik nog steeds niet gedaan. Daarna ga ik naar Bokstol, daar gaat Mechtel mij ophalen. En vervolgens ga ik met de auto naar Almere toe. En ik heb er super veel zin in. Het is een Halloween evenement en Halloween, ik heb er zoveel zin in. Dus ik ga even stofzuigen en dan, ja, dan zie ik jullie zo weer. Ik heb trouwens echt allemaal nieuwe camera-spullen gekocht en dit is echt mega zwaar. Dus ik zal af en toe eens een keer mijn arm wisselen omdat mijn arm anders dood is. Nou, kijk, een beetje een leuke outfit of the day. Ik heb een leuk blouseje aan, een sjaaltje, een riem, een broek, schoenen, oorbellen en achter op mijn hoofd. Ik weet niet of dat te zien is, maar daar heb ik hele leuke skelettenhandjes op mijn hoofd ge... Oh ja, en ik heb ook een armband aan. Dus ook... ja, zeldzaam dat ik die aan doe, zeg maar. Oké, okay, top. Maar ik heb er echt super veel zin in. Ik zie jullie zo in Almere! Aangezien ik nog meer dan genoeg tijd had om naar de trein te gaan, besloot ik nog even om een lekker zakje chips te halen voor onderweg en voor op de terugweg. En dan was het alweer tijd om te gaan. Na ongeveer 7 minuten in de trein te hebben gezeten, was het tijd om een uur lang in de auto te zitten. Maar dit was snel gegaan door leuke karaoke. En daar zijn we dan, Skermi in Almere. Wauw, wat is het hier geweldig. Het is echt super mooi in elkaar gezet. De eerste indruk is echt tof. Nou, super leuke schoonmaker erbij, helemaal top. Het is wel heel anders, ja. Hallo! Hey Maartje, wat kom jij doen? Wat is dat? Dit is een camera. Kun je dat eten? Ja. Als je goede tanden hebt, dan kun je het eten. Laat maar, mijn tanden zijn niet zo goed meer. Maar jij moet zeker een plekje reserveren. Ja, kan ja. Met zoveel zijn jullie? Met z'n tweeën. Met z'n tweeën? Twee dames? Ja. Maar we moeten eerst naar church, dus... Hoe lang moeten jullie bij de church zijn? 10 uur dadelijk. Nu, oké. Even kijken hoor, dan kan ik jullie om 20:40 zetten. Ja, zo. Ja, 20:40, twee persoontjes, hartstikke mooi. Moet ik deze ook even? Ja, doe ik straks. Oké, okay. Dankjewel. Ja, wil je het? Ja, ik heb een foto van gemaakt. Had hij dat tegen mij of tegen die binnen? Volgens mij tegen die binnen. Moeten we nou, hoe laat moeten we dat zijn? 10:30. Tien over half. Ja, dat is nu. Echt? Ja. Oh. Sorry, ik heb niet zo zat begonnen. Dus je weet dat hier consequenties zullen volgen. Welkom bij de kerk van de Lieve Broer. In deze kerk, ik acht niet onderbroken te worden, mevrouw. Sorry. Dank u. Als ik praat, toont u het respect richting mij dat ik mag praten zonder onderbroken te worden. Dank u. In deze kerk achten wij de normen en waarden gehandhaafd worden, ook door u. Is dat begrepen? Normen en waarden staan bij ons hoog in het vaandel. Deze overtreding zal consequenties hebben. Daarnaast stelen wij niet in de kerk. Stelen is ten strengste verboden. Is dat begrepen? Jazeker. Dank u, dank u, dank u. En wat is het doel van uw bezoek aan deze kerk? Mijn innerlijke zelf vinden, mijn zonde bespreken met God. Een zeer nobel doel. En daar wil ik graag voor faciliteren. Dank u. Maar, om dit te kunnen doen, vraag ik één ding voor jullie. Dat is het vinden van mijn heilige graal. Ik zie daar zondaars komen. Oeh, ja. Mag je wel zeggen? Wat is het tijdslot? Zondaars. Is jullie niet verteld dat jullie 10 minuten van tevoren moeten komen?
Onacceptabel. Ook voor jullie volgers. Helaas was mijn camera toch net wat te zwaar geworden en was het allemaal net iets te interactief om alles fatsoenlijk te kunnen filmen. Maar ja, ik laat nog een klein beetje een indrukje zien hoe dat het er allemaal uitziet. En dan morgen ga ik jullie vertellen wat er nou allemaal is gebeurd en wat ik allemaal heb gezien. Ik zal niet te veel spoilen, maar morgen vertel ik hier meer over. Ja, dat klopt. 1 dag later. Ik ben nog steeds echt best wel mindblown van de hele ervaring. Ik heb echt weinig gefilmd. Ik had echt gehoopt dat ik best wel veel zou filmen. Maar het was allemaal zo interactief. En we waren zoveel dingen aan het doen dat het uiteindelijk echt totaal niet meer was gelukt om fatsoenlijk te filmen. Ik baal er heel erg van, want het was zo ontzettend gaaf. En ik had jullie echt zo graag beter mee willen nemen in de hele ervaring. Maar ik zal ongeveer huis voor huis uitleggen wat we hebben gedaan. En ja, wat we dus ongeveer hebben gedaan. Maar ik ga niks proberen te spoilen. Maar de één ding wat ik in ieder geval wel kan zeggen waarom dat ik weinig heb gefilmd. Ik heb allemaal nieuwe dingen gekocht. Ik heb een nieuwe statief gekocht. Een soort selfie-stick-achtig iets voor mijn spiegelreflexcamera. Ik heb een microfoon gekocht. Nou ja, zoals je misschien wel kunt horen, is het geluid ook echt gewoon stukken beter. En ja, daarbij mijn spiegelreflexcamera is echt tering zwaar. Dus om daar de hele tijd dat ding mee te showen was echt gewoon zwaar. En merk ik gewoon als ik de hele tijd zo moet lopen, dan echt mijn arm die was na die 2-3 shots die ik heb gemaakt echt gewoon al dood. Dus ik moet er echt iets anders op bedenken. Die microfoon die kan dus wel gewoon echt super makkelijk aangesloten worden op een telefoon of een compactcamera. Dus wellicht ga ik waarschijnlijk sparen voor een kleinere compactcamera waar wel die microfoon zeg maar op kan. Want bovenop zo'n spiegelreflex zit zo'n schuifje op en dan kun je het dan opzetten. Super handig. Heel erg fijn. Oh, ik heb net gegeten. Echt, het voelt een beetje blub. Maar goed, je kunt het erop schuiven en dan is het super handig om mee te nemen. Nou, een beetje zoals normaal iedere microfoon dat hoort kunnen. Maar goed, ik ben ook niet zo heel erg blij met de lens die ik nou heb. Kijk, dus zoals je ziet, het stelt niet heel goed scherp. Alleen maar als, ja, ik heb nou een afstandsbediening bij de hand. Dus als ik mijn hand ervoor hou en ik moet scherp stellen. Nou, dus ik moet dus zo mijn camera met een afstandsbediening moet ik hem scherp stellen. Nou, en ik wil eigenlijk gewoon een lens die alles eigenlijk gewoon scherp stelt. Die zorgt dat alles gewoon scherp is. Ook daarbij wil ik, ja, misschien dan toch een beetje kijken voor een andere camera. Maar goed, verder naar Scammy. Nou, we begonnen dus, zeg maar, wat je zag in de auto. Ik ben nog even naar de supermarkt geweest. En we kwamen aan en het was echt super tof. Ja, we waren echt heel vroeg. We waren een half uur van tevoren aanwezig. Ja, nou prima. Dan zou je bijna bij elk evenement zou je wel, ja, op tijd aanwezig kunnen zijn. En dan was buiten was er niet echt een dingetje te doen. Dat was wel heel erg jammer. Dat er niet echt een wachtplek was. En het was ook best wel lastig zoeken met de parkeerplaats. Maar het was wel, ja, het was wel gezellig. Iedereen stond allemaal een beetje bij elkaar te wachten van, het is spannend. En iedereen zat elkaar een beetje op te fokken van, we gaan beginnen, het is bijna zover. En bovenin zag je zeg maar de acteurs al een beetje rondlopen. Dus dat was echt zo van, oké, dit is echt naar. En die ziet er heel naar uit. En die ziet er heel eng uit. En ja, het was gewoon heel erg spannend. Je had elkaar even naar gaat opfokken. Wij waren met een paar Den Haagnezen. Waren we een beetje aan het kletsen. En ja, die waren best wel bang al. Dus het was best wel leuk. En gezellig. Nou, mochten we naar binnen. Je had op naam gereserveerd. Dus kreeg je kaartje. Wij mochten als eerste naar de church. Maar we moesten wel eerst een reservering maken bij de Pirates. Nou, dat zag je dus in de clipjes al. En ja, het was echt heel tof. Church was een escape room-achtig. Ja, eigenlijk een soort escape room. Een beetje een horror escape room. Heel gaaf.
het verhaal is dat je dus een bokaal moet zoeken van de priester. Nou ja, en je moest die bokaal vinden door allemaal puzzels op te lossen. En dat was gewoon echt super tof. Nou, vervolgens gingen we naar de pirates toe. Nou, die man die zag je al. Nou, zoals je al merkte, mijn camera was niet echt heel denderend. Fatsoenlijk mooi. Maar het was wel echt al heel leuk. Ja, dat was een beetje bizar. Ik vond het een beetje een... Het was een hele leuke walkthrough en je moest puzzelstukken verzamelen om uiteindelijk de schat van Roodbaard te zoeken. Maar je moest dus allemaal dingen ruilen en je moest allemaal... Ja, je moest gewoon allemaal dingen ruilen en het was echt ook weer een beetje een speurtochtachtig iets. Maar het was wel echt heel tof. Het was heel interactief. En dat is iets wat ik bij Scammy echt heel tof vond. Dat interactieve tussen acteurs en bezoekers. Dat je gewoon echt... Echt... bezig was. Het was niet zomaar dat je door huizen rondliep, maar het was gewoon echt, je had gewoon iets te doen. Je moest gewoon dingen doen. Na de church zijn we naar Writer's Block geweest. Ja, ik mocht dus nergens echt fatsoenlijk filmen, alleen in het hotel en bij Kill It, maar daar kom ik dadelijk op terug. Dat was eigenlijk ook gewoon bijna niet te doen. Nou, we gingen naar Writer's Block. Het verhaal van Writer's Block is dat een ja, een man die is verhalen aan het schrijven, maar uiteindelijk weet hij zelf niet meer wat realistisch is en wat fictie is. En hij muteert eigenlijk en hij verandert in zijn verhalen, zoiets was het ongeveer. Nou, het was heel tof. Het was een beetje een soort huntachtig, ja, spookhuis. Dus je werd eigenlijk gewoon best wel veel achtervolgd. Het was echt, je was echt gewoon helemaal verward. Het was echt bizar. Wel heel tof. Het was echt, ik vond het echt het engste huis wat er was. Mechtold ook, die heeft echt best wel hard lopen krijsen. Nou, tof. Mijn oor is nog steeds een beetje doof en mijn arm is nog steeds een beetje blauw van ja, knijpen in mijn arm. Nou, thanks Mechtold, maar je bent echt tof. Dankjewel. daarna zijn wij naar Baku geweest. Dat was niet, ja, er stond echt geen rij, dus we hadden zoiets, nou, dan gaan we eens naar Baku toe. Dat was eigenlijk het verhaal over Baku. Baku is een Japanse geest voor tegen nachtmerries. Nou ja, je ging eigenlijk blind door het spookhuis heen. En eigenlijk was het alleen maar dingen voelen en ja, en luisteren. Het was heel bizar. Het was echt heel tof. Maar je bent in een winkel. Het was heel mooi gedecoreerd. En het was echt gewoon heel apart. Je was ook weer echt heel... actief bezig, vandaar dat ik gewoon niet kon filmen, want je had een blinddoek op en je moest je zorgen dat je uit het huis kwam. Maar ik had het er gisteren met Mechtel over, als je niks ziet, dan ga je dingen fantaseren en dan denk je, ga je zelf een hele voorstelling erbij maken. En dat was zo tof aan dat huis, dat je gewoon eigenlijk helemaal niks ziet, maar toch denk je van, oké, ik ben nou in een soort... Ik dacht in een soort van winkelmagazijn of zo, waar dat ze allemaal bezig waren. En toch weer een beetje in een droomwereld. Nou, je moest Baku zoeken om uit die droomwereld te komen. Ja, dat was gewoon echt super tof bedacht. Vervolgens zijn we naar het hotel gegaan. Hotel, ja, ik weet niet goed wat het verhaal van het hotel was. Maar het was in ieder geval super tof. Het was ook wel eng. Dat was gewoon wel echt een spookhuis, zeg maar, waar je doorheen moest lopen. En dat was echt heel erg tof. En als laatste zijn we naar Kill It geweest. En Kill It was echt een spel. Dat vond ik zo gaaf. Daar zijn we ook twee keer in geweest. Want het was gewoon lekker actief. Lekker bezig zijn. Je moest met geweren. Moest je ballen gaan zoeken. En dan was het, ballen waren het antiserum tegen de horrorclowns. En je was in een grote loods. Het was ook een ander gebouw. Dat was echt heel bizar. Maar je was in een ander gebouw. En je moest rondlopen om ballen te zoeken. Maar je mocht niet getikt worden door de horrorclowns. Als ze je tikte op je rug, dus ze mochten alleen maar op de rug op die schouders tikken, dan was je af en dan mocht je aan de zijkant wachten. Had het teamgenoot een bal gevonden, dan kon je die inwisselen tegen een leven, dus je kon iemand weer terug in het spel in. Nou, dat was 5 minuten, super tof circusmuziek en die clowns die allemaal achter je aan gingen rennen. Nou, toevallig was een vriendin van mij, die was een van die clowns, dus ja, tussendoor even een dikke knuffel. Super tof. Maar echt, ik was echt kapot. Ik moest vanochtend werken. En ik moest om 10 uur beginnen. Nou, ik was gisteren echt om 1:15 zoiets pas thuis, 1:30.
Nou, voordat ik eens in bed lag was het 1 uur en dan 's ochtends vroeg op. Ik was wel echt gebroken. Het is zeker een aanrader. Zeker als je een beetje van dat actieve en dat interactieve houdt. Dan is echt Scammy is wel zo'n goede aanrader. Zoals ik al zei, ik vind het zo jammer dat ik niet meer heb kunnen filmen dan alleen deze paar beelden. Maar ik ga proberen om toch wel wat meer te filmen van de aankomende evenementen waar ik naartoe ga. Ik heb natuurlijk Toverland waar ik zelf aan meedoe, de Horrorzone waar ik aan meedoe. Heel misschien ga ik nog naar Walibi toe, dat weet ik nog niet zeker. Ligt er eigenlijk een beetje aan of dat ik tijd heb. Dutch Comic Con die komt eraan. En ja, natuurlijk, ik ga wel proberen om een andere camera te fixen voor het filmen. Want het is een beetje dramatisch. Zeker omdat het gewoon heel wat scherp stellen is. Maar goed, ik hoop dat jullie dit wel een klein beetje een leuke video vonden. Vond je dat nou? Geef even een blauw duimpje omhoog. Geef even misschien, dat vind ik eigenlijk wel een tof idee. Geef in de comments aan wat jij nou vindt wat een goede vlogcamera is. Welke raad jij aan? Welke gebruik jij? En ja, wie weet dan kan ik daar eventueel naar kijken. Scheelt mij weer echt een hoop zoekwerk. Want ik heb echt 10 camera's gezien waarvan ik denk van... Nou, die lijkt me wel leuk. Maar ja, nog steeds weet ik niet goed welke dat ik moet pakken. Laat het even weten. Abonneer ook even op mijn kanaal. Ook echt tof als je dat doet. En dan zie ik jullie over een week of zo. 2 weken, 3 weken. Kan een maand zijn. Nou, bij mij weet je het eigenlijk nooit wanneer dat er weer een video online komt. Hopelijk zo snel mogelijk. En dan tot de volgende keer.